zo wil je als moeder van de bruid natuurlijk nooit op een foto komen. En dan kun je denken van hoe is dit gekomen? Had ze een borrel te veel op? Nou nee, ik zat aan de koffie op dit moment. Maar hoe het zo gekomen is? Nou, luister naar dit verhaal. In februari kondigde mijn dochter en aanstaande schoonzoon dus aan dat ze gingen trouwen in oktober. Dus dan ben je moeder van de bruid. En in één keer kreeg ik allerlei adviezen hoe je als moeder van de bruid erbij moest lopen. De een zei je mag geen open schoenen aan hebben, de ander zei je moet in jurk. De ander zei je mag geen wit, dus allerlei adviezen. Maar ja, het was februari en dan is oktober nog een heel eind weg. Maar ja, op een gegeven moment moet je toch op pad om kleding te kopen. Dus ik mocht van mijn dochter geen zwarte dragen. Ik liep toch tegen een hele mooie jurk aan. De kleur zwart, dus ik heb hem toch gekocht. En het was een lange jurk, was ook helemaal de bedoeling niet. Maar onder zo'n jurk werd geadviseerd om schoenen te halen met hoge hakken. Nou, ik loop wel eens op hakjes, maar nooit op zulke dingen. Maar ik heb nog tijd zat om te oefenen. Dat gaat wel goed komen, hoopte ik. Dus ik liep in die schoenenzaak en de verkoper die keek eens een paar keer naar mij hoe ik liep. Toen zegt hij, mevrouw, met een beetje oefenen, dan komt het wel goed. Dus ik heb aardig geoefend op mijn manier. Ik denk, want ik mocht daar ook de kerk in brengen. Ik denk, straks dan durf ik haar niet los te laten. Staan we met z'n drieën voor de dominee. Omdat ik er zo eng vind om terug te lopen. Dus flink geoefend op die schoenen. En het ging best wel, maar toch wel een beetje wankelen allemaal. En mijn angst was eigenlijk dat ik zou vallen op die voor mij torenhoge hakken. Ik denk, alles mag gebeuren als ik maar niet kom te vallen. Maar ik ben gevallen. En niet door te struikelen, maar om iets heel doms. Ik zit op een stoel met mijn lange jurk aan. En ik wil gaan staan. En ik word door iets teruggetrokken. Dus ik wil weer gaan zitten. Want ik zie dat een sjerp van mijn jurk onder de stoelpoot blijft haken. Dus ik wil gaan zitten om dat weer goed te doen. En degene die naast mij zat, ik zal geen namen noemen. Die wil de stoel iets wegschuiven. Dus om de jurk goed te doen. En ik wil gaan zitten. En er was geen stoel. En kom je toch te vallen. En zo stom, je bent dus continu bang dat je komt te vallen op die hoge hakken. Dat je struikelt, zwikt, weet ik veel wat. Dus ik ben niet gevallen tijdens het de kerk brengen van mijn dochter. Niet tijdens het opstaan om mijn dochter en schoonzoon toe te zingen. Ik ben niet gevallen omdat ik een borrel te veel op had. Allemaal niet. Ik ben gewoon gevallen onder het koffiedrinken. En het ergste was dat ik omkeek. Nou ja, dat ziet u zo. De cameraman was in beeld. Nou, wat doe je daar, Renny? Wat doe je daar? Nou, zo de tafel al op. Ik trek een stoel onder de poel. Nee.